Welkom iedereen weer in een nieuwe aflevering van Spyro 1. Vandaag gaan we door naar de volgende wereld. En de volgende wereld is Dreamweavers. Of hoe ze deze noemen, Droomwevers. Weer iets wat ze letterlijk vertalen. Zo van, wat zijn ze van plan? Want nee, ik heb al eerder gezegd. Artisans is ambacht, maar noemen ze kunstenaars. Peacekeepers. Vredestichters. Ja, nou. Ik weet dat Google Translate niet het meest mooie is om dingen te vertalen. Maar humor me even. Want we hebben een mooie taal Nederlands. Vredestichters. Peace founders. Geen peacekeepers. En peacekeepers. Vredeshandhavers. Ja, dan zal ik wel om ze van vredestichters gaan. Oké, maar ja, de Dreamweavers, ofwel de Dromenwevers. Nou, hoe kan ik dan met mensen uitleggen? Alles float, alles zweeft in de lucht en alles hangt er maar zo bij van, ja, we vinden het hier hartstikke gezellig. En we hopen dat je die ook hartstikke gezellig gaat vinden. Want als je die niet gezellig gaat vinden, ja, dan zijn we geen vriendjes meer. En deze heeft weer naar mijn mening een hele leuke gimmick van, er is een laser in het midden van de wereld. Die enemies groot en of klein kan maken. Nou, wel eerder gezien, harnas kan je niet kapot maken met vlammen. En omdat het grote enemies zijn, kan je ze dus niet kapot maken, dus dan moet je wachten. Kijk, dus zonder armor kan je dat makkelijk doen. Dus de hele gimmick van deze is gewoon proberen die laser te krijgen. En dat kan het als best als een van de eerste dingen doen. Gewoon laser pakken, gaan. Maar ja, om te beginnen. De player moet 50 draken hebben bevrijd om deze homeworld te accessen. En dat is naar mijn mening in verhouding met de draken die we hebben gehad. Met de draken eieren en met de gems. Een stuk moeilijker. Hallo Latief. Ook het onverwachte. Verwacht altijd het onverwachte, maar dan word je weer verrast door het verwachten. Ja. Maar zoals je ziet, ik heb tot nu toe alles 100%. Ik hoef niet te backtracken of wat dan ook. Maar ik zit nog maar op 59. Dus je hebt niet heel veel ruimte om draken te missen. En dat als je erover nadenkt van, hey, voor eentje moet je 5 drakeneieren hebben. Ik dacht dat het 6 waren, maar het zijn er maar 5. In een wereld waar letterlijk je die drakeneieren in die wereld zelf al kan krijgen. Andere moet je 1200 gems hebben, terwijl je zelf al 3000 kan krijgen. Dus dan is het al heel snel van, oké, want als we nu zitten op 59 draken, ook alleen maar relatief hebben, dus 58 draken, dan mag je maar bij een paar levels de draken missen. En ik kan zeggen van, oké, maar de draken mis je niet zo heel snel. Nee, klopt. Maar er zijn wel een paar draken die een beetje verstopt zitten, dus als je die al overslaat, dan wordt het wel heel krap. Dus ja, dan is het al heel snel van, oké. Maar ja, als we het nou ook even hebben over iets anders. Want dit is technisch gezien de ene laatste wereld. De laatste wereld is Nork Nexus. De meest kleinste wereld die er is. Maar om die wereld te unlocken heb je 6000 gems nodig. Nou, ik ben zelf even kwijt hoeveel gems ik op het moment had. Maar dat zijn er niet veel meer dan 6000. Misschien 7000. En dat kan je heel snel missen. Dat kan je echt heel snel missen. Maar ja, Dreamweavers zijn Peacekeepers of the Night. Dus terwijl de Peacekeepers vredestichters zijn van de dag, zijn Dreamweavers meer voor de nacht. Beschermen mensen tegen de nachtmerries, oude crap. En mensen die slechts dromen hebben, kunnen altijd deze draken bellen. Interessant genoeg heeft de wiki deze keer geen uitleg over de drakendesign, wat interessant is. Deze homewereld heeft ook echt de portalen met een bepaald design. En zijn ook gemaakt van kristal, terwijl de andere echt gemaakt zijn van onderdelen van de wereld zelf. Want het kristal wat je hier ziet,
Met uitzondering van het leek wat we daar hebben. Is Normaliter niet echt een onderdeel van de wereld hier? Dus dat is interessant. De homewereld lijkt op de floating islands van de Legend of Spyro Dawn of the Dragon. En lijkt een beetje op Skylands van de Skylanders serie. En de floating islands is gewoon een raar ding. Nou, we hebben al gezegd dat je daar de laser hebt. Dit is ook de laatste homewereld waar ook echt enemies zijn. Nork Nexus heeft geen enemies. In een demo had de Dreamweavers nog steeds Stonehill music. Echt, ze waren een fan van Stonehill, dat is niet meer duidelijk. Hebben minder secret gems. De waterfall is frozen. Wat in mijn mening gewoon leuker was geweest als design ding dan wat we nu hadden, maar oké. Een paar enemies hadden helemaal geen sound effect. Size ray was anders. En dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Maar ja, je hebt hier een paar werelden. Weer opnieuw drie werelden. Één boss, één speedway. En ik ben heel eerlijk. Deze zijn veel gefocust op gimmicks. Want in Dark Passage moet je iets doen met licht. In Lofty Castle moet je iets doen met de enemy zelf. En Haunted Towers krijg je een power-up die je door de hele game mee moet nemen. Dus hier krijg je opeens heel veel gimmicks die je op zich al in een ander formaat had gehad. Of iets waarvan je denkt van, oké, maar dat is ook duidelijk dat dat hem is. Dus je voelt wel een soort van progressie met de game zelf. En ik heb al eerder gezegd, ik vind progressie in games, dat je ook echt voelt dat je doorgaat, vind ik een van de betere dingen die je kan doen. Ik haat het nog steeds als er gewoon geen progressie in de game zelf is. Of als het gevoel van de game ook zo is van, ah jongens, kom op. Of dat je niet echt een idee hebt van, oké, wat zien jullie daadwerkelijk de bedoeling van? Wat dus ook een beetje mijn probleem was met Crash 3 en Crash 2, want dan bezoekt hij de levels die je al eerder had bezocht en was niet echt een theming aan. Ja, je had wel meer gimmicks na een tijdje, maar het was wel zo na een tijdje van, oké, jongens, maar dit wel gehad. En met deze voelt het wel echt meer alsof je echt progress maakt. Toegeven, Spyro 2 heeft dat ook minder. En Spyro 3 heeft wel een theming en heeft ook wel betere pacing. Maar er is ook nog steeds van, toch even, maar die game is gewoon verpest om maar één simpel ding. Maar ja, we hebben alle gems. En volgens mij hebben we ook alle draken mee gered. Dus Mazi. Met de epische baat. Zijn onoverwinnelijk. Mazi, heb je het gezien? Dit is dat een joke. Nou, we kunnen de andere doen. Maar we beginnen wel eerst even met spooktorens. Ofwel Haunted Towers. Wat geinig genoeg is van Dark Passage, ofwel Nightmare Road 5-1, is eigenlijk het eerste level van deze wereld. Gevolgd door de Fairy Trap 5-2. Ik zie nu dat ik 8300 heb. Dus, oké, aan de gems komen is wat makkelijker dan aan draken. En Haunted Towers Ghost Armor is eigenlijk level 3. Ik heb niet eens over de levels, andere levels gehad, die Japans waren, maar ja, oké. De Haunted Towers is voornamelijk wat platformen die gekoppeld aan elkaar zijn door middel van magie of waar je moet gliden. De gimmick van deze is dat de wizards de armors tot leven brengen en dat jij ze met bepaalde magie weer kapot moet maken. Het zij met de supercharge of het zij met de fire boost of de superflame die je krijgt. Daarmee krijg ik de meeste gems. Nou, in het courtyard waar we nu zitten, dus eigenlijk een beetje de voortuin, zit alle knights. Zo van, ja, aan knights hebben we niks meer, doodgaan. Dus, ja, voor de rest wat secret areas die je met supercharge kan bereiken. En veel enemies moet je kunnen met de superflame. De draken hier zijn Kosoko, Lutalo en Copano. Kosoko bestaat niet en
Kosoko betekent in Swahili. Zo van, Swahili, waar hou je dit opeens vandaan? Betekent redden of save. En Swahili. En dan ben ik heel... Want dat wordt voornamelijk gebruikt in Tanzania en Kenia. En ik snap de koppeling niet tussen Swahili en Dreamweavers. Terwijl je ook wel kunnen zeggen van hey, Swahili, Dreamweavers. Echt de droomopvangers van vroeger. Nee, zijn Dreamcatchers. Want komen die komen drie... Ja, Native American. Maar dat is Zuid-Amerika, dus dat is niet Swahili. Geen idee. Lutalo betekent krijgen in de Afrikaanse taal. En... Oké. Okay. En Copano... ja, die heeft dan weer niks. Kom maar, dan heb je vier met Afrikaanse namen en dan doe je er niks meer mee. Dan doe je maar bij twee van de drie. Vind ik altijd zo flauw. Vind ik altijd zo flauw. Ja, maar er veel van die dingen zitten achter de secrets. Trivia. Ja, dit is een leuk ding. Er zit een glitch in de game. En die glitch laat ik ook zien. Maar voor mij heb ik hem niet uitgeëdit. Er is een point in deze wereld waarin je voorbij de Haunted Tin Soldiers moet komen. Dus die knights. Alleen die knight beschermt een stuk. Dus loopt links, rechts en door een gang. De enige manier om daar dan door te komen is langs hem heen te gaan. Hier is het punt. Hij is sneller dan dat jij kan chargen, want hij ziet jou aankomen. Dus wat kan gebeuren is, jij dasht links of rechts langs hem heen. En dan zit jouw klem. En de hitbox is zo groot, dat je letterlijk klem staat en de enige manier om verder te gaan is exit level te doen. Ja, in een late demo had Haunted Towers Alpine Ridge muziek. De wizards droegen purple en geen groen. Er was een muur die gewoon niet was. De fairy kiss maakte geen geluid. De norks en tin soldiers maakten ook geen geluid wanneer ze vermoord werden. Een kiss van de fairy maakte Spyro Superfy in red color permanent. En wat textures en structuur zijn different. En Haunted Towers is de eerste van drie level names in de oorspronkelijke trilogie met het woord torens. Dan zijn Aquaria Towers en Enchanted Towers. En Enchanted Towers heeft al wat weg van Haunted Towers. Maar ja, je kan zien dat de Super Flame echt hier flink wordt gebruikt. En dat het echt nodig is om door te gaan. En ik kan op zich wel begrijpen waarom de wizards oorspronkelijk paars hadden. Want over het algemeen wordt paars meer geassocieerd met bliksem dan blauw. Ja, ik dacht dat ik al wel ver was. Want eerst punt. Je breekt deze open en ik dacht dat je in de hal was waar je ze allemaal moest breken. Maar je moet net nog één stuk verder. Hier hebben we Lutalo. Hallo, Genie. Mag ik een wens? Geduld, kleintje. Hoezo, kleintje? Naast die Nork. Ja, ik weet het, dat ik tegen Naast die Nork moet opnemen. Binnenkort. Ja, dat is heel binnenkort. Oké, speedboost gaat erin. Ding van deze is, je moet al die deuren openmaken. Maak al die deuren open, kan je het ook makkelijker... Alles checken. En wat de gimmick van een paar powerducken hier zijn. Is 1. Je hebt de superboost nodig om zo'n rare jump te maken. Je hebt de superflame nodig om het enemies hier te killen. En. Daarmee ben je bij het einde. Maar je ziet. Oké, ik heb 373 gems. Waar zijn de overige 125? En daarom geef ik al heel erg toe dat hier geen schaamte in zit. Als je de guide erbij pakt, want sommigen zijn echt van, nee, rot op. Het is iets te flauw. Maar je ziet wat ik hier aan het doen ben. Ik probeer hier de superboost te gebruiken. Om dan zo via het pad te gaan, want dan kunnen we glide naar een secret area. Zoals hier. En dan kunnen we Copano redden. Copano, mag je die hot cocoa? Goed werk.
Of is dat chocola, of is dat gewoon thee? Maar ik hoop niet dat dat thee is, want het is echt zo van... Ja. Ja, dat is de soortje waar ik het over had. Daar kan je vast komen te zitten. En dan kom je heel moeilijk langs, want de supercharge gaat niet zo lang door. En ik zat zo van, oké, even rust, even rust. Hoe kom ik hier langs zonder dood te gaan? En daar was ik er voorbij, maar was ik zo dom om, weer langs hem heen te gaan dashen. En dit is wat ik bedoel van, oké, je zit vast. Want we kunnen geen kant op. Alleen hier had ik nog geluk dat de Knight me kon killen, anders moest ik het level gaan exiten. En toen hadden we hem gehaald. Nou, mooi. Kunnen we die kapot maken, die kapot, die kapot. Die kapot, die kapot, die kapot. En nu houden we ook permanent de Super Flame. En nu zat ik zo van, oké, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gehad? Ik heb die wereld gehad, die plek gehad. Wat valt er nou nog te doen? En nu is het mooiste, dat vind ik altijd het mooiste aan dingen. Dan lukt het je een hele periode niet en is het gelukt en dan kan je het ook niet meer verpesten. Nou, dat was een klein stom wereldje waar ik het vergeten was. Oh ja. Nou, nu beginnen wij aan. Eigenlijk de eerste wereld, dus Lofty Castle doen we later. Dit is Dark Passage. 500 gems en 5 draken. Ja, je hebt redelijk wat draken hier. Dark Passage is een doolhof bestaande uit tunnels en grotten. En de gimmick van deze is de kleine hofnarren hier. Kunnen het licht aan of uit doen. Doen ze het licht aan. Dan zijn de enemies die je hier hebt klein en zijn ze makkelijk te killen. Gaat het licht uit, zijn ze groter en zijn ze moeilijker te killen. En kunnen ze zelfs bijna onmogelijk te killen. De vijanden hier zijn best wel eng, maar hou ze. Het zijn ook een van de weinige plekken waar je Armored Turtles hebt en Devil Dogs. Dat lijkt er meer op. En in de oorspronkelijke game zagen de turtles er enger uit dan nu. Want in de kijk, in de kleine vormen zijn ze alleen maar vulnerable tegen chargen. Groter? Jammer dan. Devil Dogs zijn hetzelfde. In de oorspronkelijke zagen ze er enger uit dan nu. Maar daar was hun mond letterlijk 90% van hun lichaam. Nu is hun mond 60% van hun lichaam. Of misschien zelfs 40%. En kan ik heel goed begrijpen waarom ze hem eng vinden. Want die beesten zijn ook eng. Nou, de grap van deze is eigenlijk van, hey, pas op, de bottom is eruit gehaald. Dus val je, dan zal je ook blijven vallen. Nou, dit is weer een van de werelden waar Spyro geen aerial backflip doet. Dit is ook een van de meest duidelijke qua muziek. Omdat je hier heel veel gitaar hebt, organmuziek en drums. Dark Passage deelt dezelfde naam met een novel en een film van 1940, opnieuw cultural references. De background van het level werd ook gebruikt in Midnight Mountain Homeworld van Spyro Eye of the Dragon. Spyro kan op een bepaald stuk heen lopen waar water is, rare glitch, maar dit is gefixt weer in de Japanse versie. En deze spot is veranderd in een steppe in de Reignited Trilogy. Wanneer Bakari gered wordt. Ja, de draken in deze zijn Kasai, Azizi, Bakari, Apara en Obasi. In het geval van Bakari, de backgroundmuziek wordt Lofty Castle. Late Demo was de muziek hier weer Artisan's Homeworld. Echt. Dat is het mooiste altijd aan het beginwerelden. Daar wordt altijd muziek vaak herhaald in de demo's. Puur om placeholders. Dit is ook een van de weinige plekken waar Spyro 5 draken redt. De andere was dus Ice Caverns. En in de Reignited Trilogy kunnen de Armored Turtles de Strong Chest openen met hun Spit Attack. Dus ja, dat is geinig. Nou, Cassia is dikke. Cassia betekent in Filipijns goodness. Azizi betekent my dear in Arabisch. Bakari betekent alleen in Japans en veelbelovend in Swahili. Oké. Apara
betekent verdedigen in Roemenië. En geinig genoeg, Aparis Design was eigenlijk bedoeld voor Mazi. Degene die we eerder hebben gezien in de Overworld. Met die epische baard. Maar hebben ze aangepast en toen was ook de kleur aangepast van Aparen. Want Aparen was oorspronkelijk groen. Hebben ze ook weer groen gehouden. Ja. En de laatste draak is Obasi. En Obasi betekent in ere van God. In de Afrikaanse taal. In de Japanse versie zegt Obasi dankjewel. In plaats van Japans arigato. Dus dat is op zich wel geinig aan de Dark Passage. En deze is ook vaak van, oh, waar kan ik allemaal langs? Nou, je ziet het, je kan overal wel langs. Dit is naar mijn mening ook weer een mooi voorbeeld van een wereld waarin eigenlijk alles wel wordt behandeld. Je hebt de gimmick van het licht, maar je kan ook heel veel exploration doen. Dus alles wat je in Dark Hollow hebt geleerd in een van de eerste levels, leer je hier weer opnieuw. Van... Kijk verder dan alleen dan als je neus lang is. En ga ook een beetje op uit van, hé, waar kan ik allemaal langs? Want je kan redelijk veel dingen gaan exploreren in deze. Nou, maar dit is ook een van mijn favoriete levels. Puur alleen maar omdat je zoveel kan exploreren. En voor je gevoel nooit klaar bent. Het is wel een beetje weer teleurstellend wanneer je zo'n chest krijgt. En je krijgt er maar een goede 6 à 7 dingen uit. Oké, okay, dankjewel Sparks. Kan ik verder. En hier hebben we Aparra. Bedankt Spyro. Ik wil best helpen. Aparra. Geef mij die vleugels. Jij verdient die vleugels niet als banghaas. De enige die we op gaan sluiten is hij. Als banghaas, als angsthaas. Oké. Okay. Die klaar. Jumpen we hier even omhoog. Dit lijkt me ook echt... Dit is dan die rare waterpool in de oorspronkelijke game volgens mij. Maar hij is ook geen gym of wat dan ook. En dit is ook waarom ik zeg van... Je blijft exploreren, want je blijft ook maar verder gaan. En de hoeveelheid gems die je krijgt zijn niet heel veel. Maar het is toch één groot doolhof. En je bent toch wel echt geïnteresseerd van... Hé, waar kan ik allemaal nu langs? Graag gedaan, Obasi. Gaan we terug naar Adriaan. En dan heb je gewoon zo'n gigantische alkoop met allemaal enemies. Maar de Cupids zijn niet heel moeilijk. En omdat hier het licht niet uitgaat, zijn alle enemies nog redelijk makkelijk te killen. Volgens mij is het ook een van de weinige levels waar ik niet echt de speedknop heb gebruikt. Want je exploreert zoveel dat het eigenlijk gewoon voelt alsof je niet terug hoeft te backtracken of wat dan ook. Want we maken deze kapot. Want we hebben dit hele parcours hebben gehad. En dan komen we daaruit. En in Wallet Gems. Dat is het. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je genoten hebben. En ik zie jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van Spyro 1. Tot later.